terug bij een nieuwe vlog. Volgens mij vriest het buiten als ik dit zo zie. Alle bomen zijn wit. Het dak is wit. Het is ontzettend mistig. En je kan de zon haarscherp zien. Als een rondje. Ik weet niet of de camera hem pakt. Maar dat denk ik dus wel. Pakt hem niet volledig, maar zo mistig is het dus. Wauw. Zo mistig. Zo hard vriest het dus. Het is echt niet normaal. Het lijkt best wel vet eigenlijk. Die bomen helemaal wit, zonder bladeren. Dat is altijd wel vet om te zien. Beetje kerstgevoel krijg je nu. Dus vandaar ook de kerstshirt. Het is vandaag luie zondag. En blijkbaar moet ik die dus vervangen. Mijn naaldje. Hij is leeg. Dus dat doe ik vanmiddag wel. Dat is geen probleem. Ik wou tegen een uur of vier mijn nest in. Dus dat ga ik ook proberen voor elkaar te krijgen. Het is nou ploep, 10:30. Dus korte dag vandaag. Met hopelijk een goede lange vlog. Of een normale lengte vlog. Daar ga ik wel vanuit. Dus ik was van plan om mijn vlog zo meteen in kaart te zetten en dan nog even Warface nog even een keertje weer te spelen. En ik moet nog even kijken naar iets voor een kerstcadeautje. Van plus minus 20, 25 euro, iets kleins. Dus daar moet ik ook nog even achteraan. Maar hij is nog een beetje aan het dorp starten. Sony Vegas staat er vol, maar ik laat hem meestal nog even een minuutje of twee even stilstaan dat hij goed opstaat. En dan werkt Sony Vegas meestal wel goed. Dus verder nog even een gratis box openen, als hij werkt. Ja, hij werkt. Ik heb een free box, een 4-hour box. Guaranteed 2 random cards. Dus, zal mij benieuwen. Nitro. 2 keer Nitro. Awesome. Dat is iets wat ik dus niet nodig heb. Maar oké. Ik ga nog even verder spelen en dan kom ik. Dan zien jullie mij vanzelf alweer. Dus, aangezien ik vandaag niks te doen heb, blauwe zondag, dacht ik, grote schoonmaak, mijn kamer. Even kijken, een beetje de boel afstoffen, stofzuigen en een beetje extra bij gaan opruimen, want het is geen chaos, maar het is ook niet schoon. Snap je hem nog? Ik niet. Dus, en met de stofzuiger overal bij langs, onderdoor, overheen, weet ik veel. En dan nog even met die Swiffer even heen en weer. Dus dat ga ik sowieso even doen. Ik heb mijn beide camera's nou te pakken. Dus even timelapse op veel verschillende manieren. Althans, dat ga ik wel proberen. Volgens mij dooit het buiten, want al dat ijs op het dak is weg. Helaas. Bomen zijn nog wit. Yay! Dus, nou, dat ga ik even doen. Vlogs nog aan het herinneren. Ik heb nou de vlog klaarstaan om te, of mijn vlog is nou het uploaden. Dan heb ik hem zo meteen klaarstaan om online te gooien vanmiddag. Het is nou 10:30. Dus ik ga even beginnen. Maar anders is het straks nog niet klaar. Mijn zusje ligt nog op bed. Dus die is zo meteen wakker. Om 12:30 middags ligt zij nog op bed. Dat is normaal. Ze blijft altijd zo lang liggen. Dat is s'avonds, nou, niet normaal. S'avonds blijft ze altijd tot een uur of één. 3 uur tot midden in de nacht blijft ze op. En dan 's ochtends blijft ze liggen tot 1 uur. De klopt is niet met haar, maar oké. Dus dat ga ik nou even doen. Let the timelapse begin! Is nou helemaal klaar en het is ook hartstikke mooi geworden, gelukkig. Nou, nog even de boel afstoffen, dus dat doe ik ook meteen. Ik zet de camera weer op de plek die er daar en die hangt daar nog steeds. Dus ik ga gewoon in één stuk lekker door.
Nou, eerst even afstoffen. Zo, alles is klaar. De camera is ook alweer daar. Of ik had daar een camera hangen op de bol. En ik had daar de camera aan hangen. Dus dat heb ik nou allemaal klaar. Ik wil de timelapse nog even bekijken op deze. Van hoe die geworden is. Maar hij hangt wel. En ik heb geen idee. Ik kon niet zien of hij alles in beeld had en zo. Dus. Maar daar ga ik wel even kijken nu. Hij moet nog 3 kwartier renderen. En die is nog 12 minuten aan het uploaden. Dus dan staat die in principe al klaar. Oké. Dus nu even de timelapse bekijken. En dan, dan is in principe alles weer lekker schoon voor de rest van de week. Dus dit was niet echt een saaie middag. Saai zondag. Dit was een productieve zondag. Productieve is het toch? Productieve zondag. Als je iets doet, is het toch productief? Zoiets? Ja, toch? Ja, wel. Voor mij wel. Dus dat komt allemaal goed. Dat wil ik even opruimen. Gooi ik even weg. En dan ben ik... I'm done. It's good. Zo, ja. De rest van de middag gewoon rustig. Helemaal lekker. Helemaal geen idee wat ik ga doen. Geen idee. Dus ik heb al een beetje uitgezocht van wat ik wil hebben. Ik heb al 4 dingen opgeschreven. Het zijn 4 Funko poppen. Funko poppen, dat zijn actiefiguurtjes. Zoals wat die YouTube gamers ook wel eens hebben. Van die rare figuurtjes achter in die kasten. Van die dingetjes. Dus die heb ik nou ook uitgezocht. 4. 2 van Deadpool. 1 van Guardians of the Galaxy. Groot, Dancing Groot. En Dragon Ball Z. Goku en Nimco of zoiets. Ninko. Dus dit is de eerste, Deadpool. Die zijn ongeveer 10 centimeter groot, die dingen. En die kun je dan neerzetten als sier. Gewoon om je gaming setup een eigen tent aan te geven. Je eigen personality tent aan te geven. Dus ik wou al heel lang wel al zulke soort dingen hebben. En nou kan ik eindelijk eens keer wat krijgen met kerst. Dus ik kon ze eerder nooit in Nederlandse sites vinden. En nou heb ik ze gevonden op een site waar ik al eens eerder dingen van besteld heb. Dus dat is hartstikke mooi. Dus die heb ik opgeschreven. Die zijn naar beneden. Ligt naar beneden. Dus degene die mij heeft, die pakt hem maar. En die bestelt ze maar. Dus ik zal wel zien wat ik dan krijg. In principe. Ik zei ook het liefste 1 Deadpool sowieso. Ik ben echt massive fan van Deadpool. Dus dat komt wel goed, denk ik. Daar is niks mis mee. Dus dat is gewoon even afwachten en dan zien we het vanzelf wel. Oh mijn god, dat zou klote zijn. Heb je ook een pakje besteld en jij al denken, waar blijft hij? Ja, dat duurt wel even voordat dat pakje bij je is. Oh mijn god. Zou dat nog wel heel zijn wat erin zit? Echt waar, lijkt me dat kloten. Echt waar. Nou, mijn vlog is ook online nu. Dus veel kijkplezier zou ik zeggen. Nou nog even, ik wil sowieso nog even Warface spelen nu. Dus dat ga ik sowieso ook nog even doen. Dus dat ga ik nou eventjes doen, jongens. Even Warface spelen en dan kom ik sowieso wel eventjes weer terug zometeen. Dat was voor mij heel onduidelijk. Ik ga nou even Warface spelen en dan kom ik nog wel eventjes weer terug, denk ik, bij jullie. Zo, dat was beter, denk ik. Tot zo. Oké. Start je spel op, denk je van, leuk, ga spelen. Wil je op play drukken, staat er installeren. Waarom installeren? Ik heb hem gisteren al geïnstalleerd. Dus ik wil hem spelen, niet installeren. Sorry, die kwam eraan. Ik wil hem niet installeren, ik wil hem spelen, dan moet ik hem alweer installeren. Gisteren ook al gedaan. Wat is dit? 2 keer om 1 spel te spelen? Jij bent gek. Dus ik ben hem nou aan het installeren. Dat weet ik niet meer vandaag. Vandaag is het 3 uur. Ik wil tegen 4 uur of zo. Oh my god. Ik wil tegen 4 uur of zo. Op bed. Dan heb ik alweer de hik.
Wat is dit toch iedere keer? Ik wil ik 4 uur op bed. Ja, ik wil tegen 4 uur op bed. Nee, hij moet nog 1 uur downloaden, dus ik laat hem nou mooi lekker lopen. Ik ga wel even een filmpje kijken of wat dan ook. Maar dit is niet leuk. Dit ga ik morgen wel spelen. Dat had ik eigenlijk niet verwacht. Dit verwacht je eigenlijk ook normaal niet. Dus. Maar oké, dat weet ik dan in ieder geval. Hij installeert hem nou. Duurt nog 1 uur. Oh my god, duurt nog 1 uur. Hij is al bijna op de helft. Nou, oké, laat hem maar lekker lopen. Ik zie het vanzelf wel. Ik ga film kijken. En daarna ga ik even wat. Daarna ga ik douchen en dan tanden poetsen op bed, denk ik. Oh ja, nog wat eten en dan tanden poetsen op bed. Man, wat is dit nou weer kut? Heb ik weer. Hij is bijna af. Te laat. Want ik ga nou op bed. Of nou op bed. Ik ga nou naar beneden. Ik ga even lekker heerlijk wat eten. Ik heb nog geen idee wat. Dat zie ik soms heen al dingen dan. Dus ik ga zo meteen even wat eten. En dan ga ik even douchen. En dan ga ik sleepy on mijn beddy there. 10:30. Oh nee, 11:30 gaat mijn wekker weer. Dus ja, vandaag weer werken. Jongens, ik hoop dat jullie ook moeten werken. Dan komen jullie er zelf nog een keer achter. Nou, maakt ook niet uit. Jongens, ik hoop dat jullie een fijne dag hebben. Fijne middag, fijne avond, fijne ochtend, fijne weet ik veel wat. Fijne Pasen, fijne kerst, fijne weet ik veel. Halloween? Maar dan ook. Ik hoop dat jullie een fijne dag hebben. En dan hoop ik jullie in principe morgen gewoon weer te zien met een gloednieuwe vlog. Jongens, ik zou zeggen, tot morgen. Hou je taai en blijf altijd lachen. Want deze vlog is over en uit. Aloha. Ik kan niet beter. Ik moet vanmiddag. Vanmiddag. Mijn pa te helpen met. Aanbeeld heet dat. Die van de aanhanger af te halen en neer te zetten op de plek waar we hebben. Dat ding is 150 kilo, dus dat is best wel wat te wijken.